Dan volgt nu een programma in de zendtijd voor de politieke partijen. Het gaat slecht met Nederland, dames en heren. Onze economie staat er zo beroerd voor dat de regering met de ene na de andere loonmaatregel dreigt, hetgeen leidt tot een gevoelig verlies in uw en mijn portemonnee. Gelukkig kennen we nu de oorzaak van de malaise. Het zijn de illegalen die de beste baantjes in beslag nemen, waardoor Nederland op de rand van de afgrond terecht is gekomen. Philips, eens onze nationale trots, is bijna failliet en Eindhoven telt duizenden illegalen. Er dreigt een handelsoorlog met Amerika, waardoor wij onze tuinbouwproducten, zoals onze kostelijke radijsjes en onze even kostelijke komkommers, aan de straatstenen niet kwijt kunnen. Welnu, het Westland telt tienduizenden illegalen. Maar er zijn ook lichtpuntjes. Als ik ditzelfde een jaar geleden in het openbaar had beweerd, was ik voor de rechter gedaagd. En nu maken politici van alle politieke partijen het vaak nog veel bonter. De heer Bolkestein van de VVD, de heer Brinkman van het CDA, de heren Kok, Wultgens, Kosto en Rottenberg van de PvdA. Als één man storten ze zich op de illegalen, hetgeen wij van de CD al jaren in ons eentje hebben moeten opknappen. De heer Bolkestein stelt zelfs een meldplicht voor ambtenaren voor. Nog één stap op die goede richting en er komt een meldplicht voor alle Nederlanders. En dan is het probleem gauw opgelost, want we kennen allemaal wel een paar illegalen in onze directe omgeving. Nu de heer Lubbers na 10 jaar premier te zijn geweest het zinkende schip gaat verlaten, wordt het hoog tijd dat er een nationale regering wordt gevormd die volksvijand nummer 1, de illegalen, drastisch gaat aanpakken. Ik hoop zelf dan minister-president te worden. Want het gaat erom dat Nederland zijn straatjes schoonveegt en dat dit gebeurt door Nederlandse straatvegers. Daar werken we voor. Ik dank u wel. U zag een programma in de zendtijd voor de politieke partijen.